Welkom bij deze meditatie. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over de overheid als dienares van God, naar aanleiding van Romeinen 13, vers 1 tot en met 7. Ik wil dat gedeelte eerst met jullie gaan lezen. Romeinen 13, vers 1 tot en met 7. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. Tot zover de schriftlezing. Paulus legt in dit gedeelte de vinger erbij dat wij gehoorzaam moeten zijn aan degenen die boven ons gesteld zijn. Er was in de tijd waarin hij dit schreef genoeg aanleiding om dit onder de aandacht te brengen. Het christendom werd gezien als een bedreiging voor de machthebbers, omdat het evangelie zoveel impact had op de samenleving. De wereld stond op zijn kop. Jeruzalem stond toch al bekend als een rebelse stad die voor de Romeinse overheerser de nodige zorgen opleverde. Aan de andere kant was er zeker een rebellie ook aangewakkerd, doordat veel mensen een nogal werelds idee hadden van het verlossende werk van de Messias. Jezus zou het volk Israël wel verlossen van de Romeinen, maar daar kwam Jezus niet voor. Hij kwam niet om een tijdelijk werelds ongemak weg te nemen. Hij kwam ons redden van de eeuwige straf in de hel. De overheersing van de Romeinen valt daarbij volledig in het niet. De opdracht tot gehoorzaamheid is breder dan alleen gehoorzaamheid aan de overheid. Het gaat om allen die boven ons gesteld zijn. Dat is bijvoorbeeld ook je leidinggevende op je werk of de juf op school. Dat is niet altijd makkelijk. Misschien is de leidinggevende wel onaardig of oneerlijk. Of je wil iets heel graag, maar dat mag niet. Een leidinggevende is ook maar een mens en kan wel eens onredelijk zijn, of misschien wel heel vaak. Dan is het toch onze opdracht om gehoorzaam te zijn, ook als het oneerlijk is wat er van ons gevraagd wordt. Jezus nam de aardse heerser niet weg en hij leerde de mensen zeker niet om in opstand te komen tegen die heerser. Het is ook een zegen dat er een gezag is dat de samenleving in goede banen leidt. Probeer je eens voor te stellen dat er geen regels zijn en dat iedereen maar wat doet naar eigen inzicht. De sterkste heeft altijd gelijk. Kwaadwillende lieden kunnen zich verenigen en de samenleving terroriseren. Er is niemand die daar iets tegen kan doen. Daarom heeft God gezag aangesteld om in zijn dienst te heersen, de regels te maken en waar nodig ook te straffen als mensen zich niet aan de regels houden.
Zorg er dus voor dat je geen kwaad doet, dan hoef je ook niet te vrezen voor de overheid. Als je wel kwaad doet, dan heb je het over jezelf afgeroepen als je door de overheid wordt bestraft. Maar is het in alle omstandigheden verkeerd om de overheid ongehoorzaam te zijn? Neem bijvoorbeeld de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven Joden verborgen hielden voor de Duitse overheerser. Zondigden zij hiermee tegen God? Of de moeder van Mozes, die haar kindje verborgen hield voor de Egyptische overheerser, die opdracht had gegeven om alle jongetjes die geboren zouden worden te doden? Zondigden zij hiermee tegen God? Nee, er is een grens aan de ruimte die een gezagdrager heeft. Hier lezen we bijvoorbeeld over als de apostelen voor de hoge priester moeten verschijnen in Handelingen 5. In vers 27 tot 29 lezen we: En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de raad. En de hoge priester vroeg hun: Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld, en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. Onze tekst uit Romeinen veronderstelt dat de overheid in dienst van God staat, maar er zijn momenten waarop dat niet zo is. Als je niet tegelijkertijd gehoorzaam kunt zijn aan de overheid en aan God, dan ben je niet verplicht de overheid te gehoorzamen. Als de overheid van jou vraagt om in een buurland op rooftocht te gaan of er dood en verderf te gaan zaaien, dan zondig je niet tegen God door dit te weigeren en je hieraan te onttrekken. Je zou dan namelijk tegen Gods geboden ingaan door de overheid te gehoorzamen. Ook in landen waar christenen worden vervolgd en het verboden is om de Here te dienen, zijn allerlei situaties denkbaar waarin je niet gebonden bent aan de regels van de overheid, omdat die tegen de wil van de Here ingaan. Het gehoorzaam zijn aan de overheid vraagt wel een grote zorgvuldigheid en mag echt alleen als het gehoorzamen in zou druisen tegen de geboden van de Here. Als je het simpelweg niet fijn vindt om je aan de regels van de overheid te houden, of het komt je niet uit, dan is dat onvoldoende reden om de regels dan maar te negeren. Dan is het je eigen schuld als de overheid je straft. Dan dient de overheid daarmee de Here die haar heeft aangesteld. Als de overheid echte dingen van je vraagt die in strijd zijn met het dienen van de Here, dan mag je moedig God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Dan handelt de overheid niet in dienst van de Here. Dan kan het wel zijn dat je gestraft wordt door die overheid, maar dan handelt de overheid daarmee goddeloos en zal zij schuldig zijn. De straf zal dan niet terecht zijn, maar een offer dat je moet brengen om de Here te dienen, zoals veel mensen hebben moeten lijden omdat zij dienden in Gods koninkrijk. Dan mag je weten dat de Here ziet wat je wordt aangedaan en dat Hij zich over je zal ontfermen. Het lijden hier op aarde is maar voor een korte tijd. Na ons tijdelijke leven kunnen we als gelovigen uitzien op een eeuwig leven bij de Here. Daar zal geen zondige overheid meer zijn. Daar zul je niet meer hoeven lijden onder oneerlijk gezag. In beginsel wordt van ons als christen gevraagd
dat we in nederigheid gehoorzaam zijn aan de mensen die boven ons gesteld zijn, ook als dat moeilijk is. Bid dan maar om kracht om het vol te houden. En als het gezag dingen van je vraagt die strijdig zijn met Gods woord, dan mogen we moedig in de eerste plaats de Here dienen en in de tweede plaats het aardse gezag. Bid dan maar om kracht en wijsheid om staande te blijven in een wereld die God niet dient en onverzettelijk de Here te blijven gehoorzamen, zoals Mozes, Elia, Daniel, de apostelen en velen anderen die ons zijn voorgegaan. Tot zover deze meditatie. De Heere zegene jullie.